Het aandeel van Nederland in de wereldeconomie is in de afgelopen 35 jaar gehalveerd. En dat komt vooral door de sterke groei van China en andere opkomende landen, meldt het CBS. De Franse autoriteiten hebben bijna 1000 mensen de toegang tot Frankrijk geweigerd sinds de aanslagen in Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. De KNVB gaat samenwerken met bureau Halt om geweld op het voetbalveld tegen te gaan. Samen willen ze amateurvoetballers trainen om met hun agressie om te gaan. Het project kost zo'n 500.000 euro per jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. De Turkse president Erdogan zegt dat het neerhalen van het Russische gevechtsvliegtuig hem erg heeft aangegrepen. Hij zegt te hopen dat Turkije en Rusland hun relatie kunnen herstellen op de klimaattop in Frankrijk die begint maandag. Bij de jaarwisseling is het zoeken naar vuurwerkshows van gemeenten, volgens het AD dat een groot onderzoek deed naar hoe gemeenten aankijken tegen vuurwerk, is er dit jaar in slechts 7 gemeenten een show betaald door de lokale overheid.